een van de meest onderschatte dingen van training. Je komt eigenlijk constant op een lager niveau. Normaler lijkt om 5 of 6 keer per week in de sportschool te staan. In deze video wil ik het met je hebben over wat mij betreft een van de meest onderschatte dingen van training, van sporten. En dat is namelijk rust nemen. Rust nemen is zo ontzettend belangrijk voor je vooruitgang. En dit is een onderwerp waar ik de afgelopen tijd best wel regelmatig over gepraat heb met mijn klanten. Mijn klanten zijn ambitieuze mensen. Ze hebben een doel en als ze een doel hebben, dan gaan ze daar helemaal voor. En ik zie dat terug ook bij mezelf en bij heel veel van jullie. Sommige van mijn kijkers ken ik ondertussen een beetje, omdat ze vaker reageren. En ik herken die ambitie, die drive om als je een doel hebt, daar helemaal voor te gaan. En dan is dit een gigantische valkuil. Te weinig rust nemen. Ik kan het heel vaak zeggen, maar ik kan het je ook laten zien. En dat ga ik in deze video doen. Ik hoop dat het niet te veel spiegelt, maar ik heb even een whiteboard erbij gepakt om het zo goed mogelijk te kunnen uitleggen. Op deze as heb ik trainingsniveau gezet en op deze as tijd. Uitleggen waarom rust nou zo belangrijk is, kan ik doen aan de hand van het principe, trainingsprincipe voor supercompensatie. Klinkt heel ingewikkeld, ik ga het je uitleggen. Als jouw trainingsniveau op een bepaald punt is en je gaat trainen, wat je eigenlijk doet tijdens een training, tijdens het sporten, is jouw niveau wat achteruit halen. Jouw niveau daalt omdat jij sport, omdat dat je energie kost, omdat je spieren hard moeten werken. Kortom, tijdens het sporten daalt je trainingsniveau alleen maar. En als jij herstelt, dan gaat het zich stabiliseren, dan herstel je. En dan maakt je lichaam zich klaar voor een volgend sportmoment. Oftewel, je herstelt tot een hoger niveau dan waar je eigenlijk was. Ik hoop dat dit goed te zien is. Maar je komt dus boven jouw normale niveau uit. Als jij gaat trainen op het goede moment, dan ga je dus trainen vanuit jouw verhoogde niveau. Dan daalt jouw trainingsniveau weer tijdens de training en het stijgt weer. En je begrijpt misschien al, dan kom je telkens op een hoger niveau uit. Maar ga je te vroeg trainen, ga je al trainen op het punt waarop je eigenlijk nog helemaal niet hersteld bent, dus bijvoorbeeld hier, dan ga je weer je lichaam achteruit halen en dat herstelt weer. Maar je ziet gelijk wat er gebeurt. Je komt eigenlijk constant op een lager niveau uit, omdat je begint met trainen op een moment dat je nog niet volledig hersteld bent. En juist het je lichaam de tijd geven voor dat herstel zorgt er dus voor dat jij dat punt van supercompensatie optimaal benut. Als je te lang wacht met sporten, want ik weet dat er nu mensen zijn die zeggen van nou Marloes, ik ben heel goed in rust nemen. Ik sport maar 1 keer per 2 weken, dus die rust dat zit wel goed. Als je te lang wacht, dan gebeurt het volgende. Jouw lichaam was op het punt dat het beter was geworden dan dat het was. Maar als je te lang wacht met trainen, herstelt dat weer tot jouw normale niveau. En dan heb je dus niet de winst uit de training. Ik hoor je nu vragen van ja Marloes, maar hoe lang moet ik dan wachten? Wat is dan dat ultieme punt van supercompensatie waarop het ideaal zou zijn dat ik weer ga trainen? Dat ligt er helemaal aan wat voor training je hebt gehad. Als jij een gemiddelde krachttraining bijvoorbeeld hebt gedaan, dan ligt dat punt ongeveer op 48 uur. Na een hardlooptraining ligt het ongeveer op 24 uur. Dat betekent echter niet dat als jij bijvoorbeeld maar 2 keer per week hardloopt, dat je niet vooruit gaat. Want dat stabiliseren naar een normaal niveau, dat kost tijd. Dus ook als jij 2 keer per week hardloopt, dan heeft dat een positief effect op je conditie. Ik zeg altijd bij 1 keer per week sporten, en dit gaat een hele gevaarlijke uitspraak zijn, maar ongeveer bij 1 keer per week sporten houd jij jouw niveau stabiel.
tenzij je een hele beginner bent. Als jij heel lang niet hebt gesport of als je überhaupt nog nooit hebt gesport en je gaat dan één keer per week sporten, dan kom je van zo'n basisniveau dat je ook bij één keer per week een progressie zult zien. Maar als jij als gevorderde sporter twee keer per week sport, dan kun je al vooruitgang in je prestaties zien. En ik merk dat heel veel sporters de neiging hebben, of heel veel mensen de neiging hebben, om veel vaker te gaan sporten. Ik heb nu een aantal klanten die als streven hebben om 5 keer per week te sporten. En ik ben ze daarin een beetje aan het afremmen, omdat ik weet van, nou, 5 keer per week sporten vergt heel veel van een lichaam. En je moet heel belastbaar zijn om dan niet overtraind te raken. Als je namelijk niet optimaal herstelt, dan raak je overtraind. Er zijn wel manieren om ervoor te zorgen dat je 5 keer per week kunt sporten zonder dat je dit systeem in de war brengt. Dat is een heel ander verhaal. Maar ik merk dat voor de meeste mensen het echt een te grote belasting is voor hun lichaam. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik heb periodes 5 keer per week gesport. Ook uit het feit van, nou, ik had doelen, ik wilde graag, ik wilde heel veel resultaat. En ik pushte mezelf dus elke keer om te gaan sporten. Nu daarop terugkijkend, had ik veel beter kunnen zeggen van, nou, ik ga 3 of 4 keer sporten en ik haal echt die kwaliteit uit mijn trainingen. Want, heel eerlijk, die 5 keer per week sporten had ik echt niet altijd zin. Ik pushte mezelf om te gaan, maar het was echt niet dat ik altijd een hele goede training deed. Het was echt niet dat ik altijd zin had. En het was echt niet dat mijn lichaam nooit aangaf van, nou ja, nu kan je misschien beter niet gaan. Maar ik had een doel. En dan, als je een ambitieus persoon bent, herken je misschien wel, dan kun je jezelf soms over je eigen grenzen pushen om je doel te bereiken. Soms is dat heel goed, maar in dit geval brengt het je dus echt alleen maar achteruit. Ik hoop dat ik je dat in deze prachtige tekening een beetje heb kunnen uitleggen. Hoe vaak jij dan kunt gaan sporten hangt ook een beetje af van de belastbaarheid van jouw lichaam. Het ene lichaam heeft een groter herstelvermogen dan het andere lichaam. Dus de ene persoon kan met gemak 5 of 6 keer sporten. De ander heeft aan 3 keer al een hele kluif. Dat ligt er helemaal aan hoe jij in elkaar zit als persoon. Daar kijk ik natuurlijk ook bij mijn klanten naar. Hoe zit dat bij jou? En ik geef een gericht advies voor die persoon. Maar om 5 keer per week te kunnen sporten zonder dat je overtraind raakt, moet je echt heel belastbaar zijn. En dat zijn niet zo heel veel mensen. De kans dat jij dus overtraind raakt als je zo vaak sport structureel is best wel groot. De symptomen van overtraindheid is dat jij regelmatig moe bent, dat je steeds vaker geen zin hebt om te sporten, dat je prestaties een klein beetje minder worden of dat je zo'n plateau bereikt dat je eigenlijk helemaal niet vooruit gaat, ondanks dat jij het idee hebt van ik doe heel veel, dat je steeds vaker zeurende spieren hebt, steeds vaker pijn hebt, dat je steeds vaker geen zin hebt, heb ik die al gezegd. Maar ook mentaal kan je het merken. Dat je steeds minder vrolijk bent, dat je minder goed slaapt. En zelfs dat je minder eetlust hebt. Of juist dat je heel erg eetbuien krijgt. Dat merkte ik toen ik een fase wat overtraind was. En het kan ook zijn dat je vaker ziek wordt. Maar herken je dit dus een beetje en weet je van jezelf dat je relatief veel sport en dat jij jezelf heel erg kan pushen, dan is het een heel goed idee om dat eens wat minder te gaan doen. Bij training geldt echt dat de kwaliteit van een training zoveel belangrijker is dan de kwantiteit. Dus je kan veel beter 2 of 3 keer sporten en dat goed doen, dan dat jij 4 of 5 keer sport en dat het allemaal, nou ja, dat je net niet herstelt, dat je net niet een perfecte training hebt, dat je net geen motivatie hebt, dat je jezelf net eventjes moet pushen. En ik merk nu, ik sport nu maximaal 3 keer in de week, maar dat ik eigenlijk meer resultaten haal dan dat ik haalde toen ik 5 keer per week sportte. En dat klinkt heel tegenstrijdig, maar het is echt waar. Dus ik wil je op je hart drukken. Sporten is goed, maar meer sporten is niet altijd beter. En nogmaals, ik zeg dit niet voor de mensen die dit als excuus gaan gebruiken. Van, oh, maar Loes heeft gezegd dat ik niet zo vaak hoef te sporten. Ik zeg dit voor de mensen die juist heel ambitieus zijn en de neiging hebben om
te vaak te gaan, om zichzelf te veel te pushen. Wat ik ook regelmatig als tip meegeef, is dat je gewoon één keer in de 6 weken ongeveer een rustweek inbouwt. En dan bedoel ik niet dat jij helemaal niet gaat sporten, maar wel dat jij je niveau gewoon een klein beetje naar beneden brengt. Dus als jij krachttraining doet, dat je gewoon eventjes op minder gewicht gaat zitten en veel meer aandacht besteedt aan je houding en aan je uitvoering van de oefening. Of als jij een hardloper bent, dat jij een kortere afstand gaat lopen of een lager tempo aanhoudt. Want zo'n deload week, zoals we het ook wel noemen in de sport, kan je ontzettend helpen met je vooruitgang. De mensen die de grootste risico hebben om overtraind te raken zijn trouwens lange duursporters. Dus bijvoorbeeld wielrenners of hardlopers die een langere afstand lopen. Daarbij is de belasting op het lichaam gewoon heel groot en die hebben een hele grote kans om overtraind te raken. Maar ik zie het ook steeds meer bij fitnessers. Steeds omdat het in bepaalde groepen normaler lijkt te worden om 5 of 6 keer per week in de sportschool te staan. Maar echt, ik wil nogmaals zeggen, ik zie bijna altijd dat dat eerder negatieve effecten heeft dan positieve effecten. Je kunt dus waarschijnlijk echt mooiere resultaten halen als je je frequentie een klein beetje naar beneden haalt. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Wat ook natuurlijk heel erg belangrijk is voor het herstelvermogen van je lichaam, is dat jij een goede voeding hanteert. Dus dat je jouw voeding aanpast op jouw trainingen. Dit is alleen van belang als je gerichte trainingsdoelen hebt of als je heel frequent traint. Mijn klanten coach ik hier natuurlijk ook op. En dan gaat het niet alleen om de maaltijd die je eet na een training, maar ook hoe je bijvoorbeeld je eiwitverdeling hebt gedurende de hele dag. Dit is echter weer een totaal ander verhaal. Dit gaat echt om voeding rondom sportmomenten. En ik wilde in deze video juist die rust benadrukken. Nu heb ik het alleen gehad over rust na een training. Maar ook algemene rust is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus voldoende slapen. Maar ook dat weer zie ik eigenlijk een beetje als een ander onderwerp. Ik vond dit een heel leuk uitstapje ten opzichte van de voeding en mindset video's die ik eerder heb gemaakt. Ik hoop dat je het interessant vond. Weet dus dat dit ook iets is waar ik mijn klanten bij help. Dat het echt niet alleen maar over voeding gaat, dat het echt niet alleen maar over mindset gaat, maar dat het ook heel praktisch kan zijn. In de zin van hoe vaak train je, wat voor trainingen doe je en hoe kun je die optimale arbeid-rustverhouding voor jezelf creëren. En dit is echt niet alleen voor topsporters. Ik heb echt hele normale mensen in mijn trajecten zitten die echt niet een topsporter zijn, die echt niet zo ambitieus sporten, maar die dus wel in de valkuil kunnen trappen om te veel te doen. Als je het leuk vindt om mij te volgen, dan kan dat ook op Instagram. Je kunt je ook abonneren op mijn YouTube-kanaal. Dan krijg je een melding van wanneer er een video online is. Zeker als je het belletje aanklikt. En als je zoiets hebt van, hey, dat 1-op-1 traject waar je het telkens over hebt, dat lijkt me wel iets. Dan kun je kijken op de website die ik hieronder zal linken. Daar staat meer informatie over mijn 1-op-1 traject. En mocht je nou zoiets hebben van, nou, ik denk wel dat het iets voor mij is, dan kun je dat altijd aangeven via een van de knoppen op die website. Dan krijg je een aantal vragen die je kunt beantwoorden. Die komen in mijn mailbox terecht. En ik neem dan even contact met je op om verder samen uit te zoeken of het iets voor je is. Ook bijvoorbeeld vanmorgen heb ik nog een videocall met iemand gehad die mogelijk geïnteresseerd is om in te stappen. En dan leg ik even helemaal uit van, joh, hoe ziet het traject er dan uit? En ik meet met je af van, is het iets voor jou? En is het de geschikte manier om jouw doelen te bereiken? Ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. En ik zie je heel graag in een volgende. Doei doei!